De derby in het zaalvoetbal tussen Dr. Anders Vijfje en Leekster Eagles werd vrijdag gespeeld in de Struikhal. De Eagles is na vele jaren eredivisie gedegradeerd en komt nu uit in de eerste divisie A. De studenten van Vijfje in de blauwe shirts hopen te kunnen stunten tegen de Leeksters. Leekster Eagles was bijna uit de competitie gehaald wegens financiële problemen, maar lijkt nu het seizoen toch te kunnen afmaken. Dr. Anders Vijfje heeft het in de eerste helft moeilijk. Ze krijgen maar moeilijk grip op de slim spelende gasten. Vooral Karim Layet is ongrijpbaar, maar gelukkig voor de studenten weten de Eagles de grote kansen in het begin van de wedstrijd niet te benutten. Ook is keeper Rutger Jan Buijs in goede doen. Vijfje moet in de verdediging, maar komt in de eerste helft wel tot enkele grote kansen. Maar Erwin Mensink houdt zijn doel schoon en heeft ook geluk als Anthony Guinijs een niet te missen kans toch weet te verprutsen. Vlak daarna slaat Eagles wel toe. Na een lange aanval is het Roy de Vries die de bal binnentikt. En Vijfje staat in eigen hal met 1-0 achter. De eerste helft is aantrekkelijk. Beide ploegen spelen nu volop de aanval en er zijn volop kansen. Maar de spelers laten veel goede mogelijkheden onbenut. Het vele publiek ziet een prima wedstrijd. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Ruststand 1-0 voor de Leekster Eagles. Na de pauze is Eagles scherper voor de goal. Dr. Anders Vijfje heeft veel moeite met de broertjes Hoxhai die het spel steeds meer naar zich toetrekken. Handriet Hoxhai scoort na een prima aanval en 2-0 voor de gasten. Door de achterstand moet Vijfje aanvallen en geeft meer ruimte weg. Leek weet daar wel raad mee. En niet veel later valt de 3-0. Nu is het Petrit Hoxhai die scoort. In de tweede helft neemt de irritatie tussen de spelers toe en er worden steeds meer kleine overtredingen gemaakt. Vijfje lijkt niet meer in de zege te geloven en loopt ook nog tegen een vierde tegentreffer op. Martijn Alsema scoort de 4-0. De thuisploeg gaat in de slotminuten nog fanatiek op zoek naar een treffer, maar ziet Reda Benamirouche ook nog uitvallen. De aanvaller gaat vol door zijn enkel en heeft veel pijn en kan ook niet verder spelen. Door een tweede gele kaart voor Karim Layet speelt Dr. Anders Vijfje in de slotminuut met een mannetje meer. Daniel Hoffer scoort nog de 4-1. En dat is ook de eindstand. Dr. Anders Vijfje bood in de eerste helft prima tegenstand, maar de zege voor Leekster Eagles is meer dan verdiend. Door de nederlaag zakken de studenten naar de zesde plek. De Eagles staan op een gedeelde eerste plek.